Hallo Parkzat, dit is Erwin. We zijn in Kerkrade in de Botanische Tuin en hier is vandaag de herfstfeer. Nou, we staan hier met de organisator. Wie bent u? Mijn naam is Harry van Beers en ik ben directeur hier van de Botanische Tuin. En waarom dit evenement? Nou, dat is iets wat toch al jaarlijks is. We hebben de herfstfeer en aan het begin van het seizoen de lenteveer. En ja, dit is toch een markt die ook bij het karakter van de Botanische Tuin past. Heel veel natuurproducten en ook kleding die ook wat gericht is natuurlijk op de herfst. En ook wat artistieke producten zoals keramiek en andere kunstvoorwerpen. En ja, antiek decoratie ook voor in de tuin. Dus het past heel goed bij het karakter van de Botanische Tuin. Ja, en hoeveel standjes staan er vandaag ongeveer? Nou, we hebben ongeveer een 37 standjes hier. En het, wat ik net al zei, het past allemaal bij het karakter van de tuin. Dus het is niet zomaar een braderie waar je spekjes kunt kopen en de nieuwste BH's of dat soort dingen. Nou, dat is hier echt niet aan de orde. Zeer zeker geen rommel maken. Hier worden echt dingetjes ook verkocht die door mensen gemaakt worden. Ja, zeker. En natuurlijk ook veel huisslijt zit erbij. Maar het is echt de moeite waard. Ja, zeker. Meneer, mag ik even vragen? Hortensias. Wat maakt hortensias zo speciaal? Nou, de bloem op zich alleen al. Hè. Dat ziet je zelf ook. Het is gewoon een hele mooie bloem en wat heel lang heelt. Omdat er als droogbloem gebruikt kunt worden. Ja. En wat maakt een hortensia voor u speciaal? Of is het gewoon? De teelt. We hebben dus helemaal gericht op hortensia's. Omdat het gewoon een hele aparte teelt en mooie teelt is. Dus dat maakt het voor ons zo speciaal. Ja. En hoe lang duurt het nou voordat zo'n bloem helemaal is zoals hij moet zijn? Tot er is ingedrukt bedoelt je. Deze, die rode, dat duurt dus 2,5 weken en zijn die ingedroogd. Dan heb je mijn droogbloem. We zien hier allemaal mosterd en jam. Maakt die zelf? De jam die maakt mijn moeder 100% zelf en die doet ze ook nog zelf plukken. De vruchten ervan. En u verkoopt het? En ik verkoop het. Hoeveel verschillende soorten zijn er dan? Nou, dit is nog maar een kleine hoeveelheid van verschillende soorten, maar er zijn meer dan 200 verschillende soorten mosterd. Kun je die nog een beetje uit elkaar houden dan? Weet je nog de verschillen qua smaak? Nou, degene die wat wij verkopen, die kan ik nog wel uit elkaar houden, ook qua smaak. Maar als ik die andere erbij kom, dat wordt wat moeilijk. Maar dit zijn de meest gangbare smaken die ook wel in de huistuin en keuken kruiden gebruiken. Die zitten hier erin. Ja, mevrouw, we zien hier allemaal stukjes. Ja, hoe noemde je het eigenlijk? Herfstsfeer. Herfst. Herfstsfeer stukjes? Ja. Of? Ja, stukjes en alles wat ik in de tuin heb, voor de vogeltjes gemaakt. Allemaal zo'n dingen die je zelf kunt maken. Alles wat bij u in de tuin hing, dat heeft u hier gebruikt voor producten? Stukjes te maken, ja precies. Ja. En hoe lang doet u nou over, nou laten we zeggen over dit? Nou, dat is heel verschillend, want sommige dingen zijn makkelijk te maken en andere dingen hoef je er maar in te steken. Dingen waar hout bij zit bijvoorbeeld, die zijn nog gezaagd en geverfd. Dus daar gaat meer tijd in zitten. En stukjes waar alleen maar groen is, zoals dit, is sneller gemaakt. Ja, ze gaan nu weer weg. Ja, dan maak je weer nieuwe. Dat is het leuke ervan. Het maken is leuk. Maken is leuk, dus het maakt niet zoveel uit dat ze nu weggaan. Nee, dat doet nee. Niet anders stond ik hier niet, hè. Dan stonden ze thuis op tafel. Ja, ik zie op het bordje staan fudge. Wat is fudge? Fudge is een typische Engelse, of eigenlijk een Britse karamel, moet ik zeggen. Die is super zacht. Het is eigenlijk niet te vergelijken met de karamels die we hier in West-Europa kennen. Het is een product wat eigenlijk in alle Angelsaksische landen voorkomt, waar Engelse voertaal is. Daar zie je fudge in heel veel variaties. En wij hebben dus de Britse fudge. Het is allemaal handgemaakt wat we hier hebben liggen. En het is een product wat bij dit soort evenementen bij uitstek past, vinden we zelf. En eigenlijk in eindeloos veel variaties te krijgen en te maken ook. Hoeveel ongeveer? Ja, nou, we hebben er hier nu een 35 liggen. Maar het complete assortiment van ons, het zijn er ongeveer 50. En dat is wat we invoeren. We zijn nu een beetje aan het experimenteren met zelf wat te maken. En ja, je kunt daar eindeloos mee combineren. Ik bedoel, je ziet het hoeveel smaken dat we hebben. Ik bedoel,
van stracciatella tot mint. Heel klassiek in Engeland natuurlijk, de chocolade met mint. Iedereen kent de after eight. Nou, dat is daar een afgeleide van. En u mag het eigenlijk zeggen, en het zou te maken zijn. Ik zeg niet dat het er allemaal is, maar het is bijna allemaal te maken. Nou, ik heb heel wat hortensia's gezien hier in de botanische tuin. Dit was de herfstsfeer. Ik ga genieten van fudge. Nog nooit van gehoord. Ik ga het eens proberen en tot de volgende keer.